Nou, dan gaan we eens kijken hoe zich dat vertaalt naar de pol, Robert-Jan. Ja, de pol. Ik wil even twee dingen noemen in die spelersverhaal dingen. Ga je gang. Kan nog even meneer de tijd bewaken. Jij wel. Kip hebben we ook nog van Almere. Die komt niet, denk ik. Want die zit in de wachtkamer. Die wil nog even zelf rondshoppen. En daar wacht NAC niet op. Dus Eigenlijk vind ik dat wel terecht. En dan hebben we tot slot nog Cyril Dessers. Want ik wil die spits nog even aanstippen. Die komt, zit bij Lokeren nu. Die is 1,85 lang. 21 jaar. En dat is ook wel daar is ook Smulders wel in geïnteresseerd om die in te lijven bij NAC. Maar ja, hij heeft nog een doorlopend contract bij Lokeren. Dus even afwachten of dat misschien de spits zou kunnen worden. Ja. Nou, dan die pol, hè? Ja, inderdaad. Blaar even jouw dingen door, want het is een hele bijbel over allerlei andere dingen die we misschien in de reservebox doen, hè? Ja, die gooien we volgende week erin. En ik noemde al een beetje wat over wat ik dan de beste aankoop vind, tot nu toe. Nou ja, we hebben een poll over gemaakt op www.derad.nl. Die staat er nog steeds, kun je op stemmen. Inmiddels hebben dat 542 mensen al gedaan. Daar kan nog meer bij. En ik moet je heel eerlijk zeggen dat we in eerste instantie Rommens in het dingetje hadden. Maar we hebben uiteindelijk gekozen om voor 5 spelers te gaan. Rommens stond er in eerste instantie in. En ja. Stans is er eigenlijk pas een dag geleden in terechtgekomen. Okay. Dus dat even meenemend met de percentages die er op dit moment door jou aangegeven worden. Want wie is er onderaan geëindigd, Mark? Onderaan staat Vinnie Vermeer. Hoeveel procent? Zelf 2%. Ja, dus op dat moment... Als je een paar doelpunten gaat maken, dan stijgt dat. Ik kan er zo maar overlopen. Maar ik kan me wel voorstellen dat als je een aantal namen op een rijtje zet... en je vraagt wie is dan de beste aankoper, want dat is de vraag natuurlijk... dat je dan Vinnie Vermeer op de laatste plaats zet. Kan ik me iets bij voorstellen. Ja, tuurlijk. Ja. De nummer 4, Robert-Jan. Nou, dan hebben we Robbie Hamerhouts. Als ik het goed zie in het lijstje. Nou, die staat op nummer 4. Ja, ik vind dat een beetje laag eigenlijk. Maar misschien heeft dat weer te maken met zijn verleden bij de buren aan de oostkant. Ja. En ik vind hem wat laag staan, ja. Als ik eerlijk ben. 1% daarboven, Gianni Korte. Mark, ja, te verwachten? Ja, zeker. Ja. We moeten een heleboel naam nog leren kennen natuurlijk. Mm-hmm. Want dit is wel dit jaar natuurlijk, zijn allemaal nieuwe spelers en je kent ze amper. Ja, dat is aan de andere kant ook zo. Maar aan de andere kant, we hebben het net al genoemd, hij heeft redelijk wat doelpunten gemaakt in de Jupiler League. En dan nog niet eens als echte officiële spits. Maar het biedt hoop. Ja. Ja, dus, daarna hebben we Nijholt en Gianluca. We hebben wel twee mooie Italiaanse voornamen bij NAC nu. Dat is ook wel heel mooi. Ja. Zullen wel vernoemd zijn naar allerlei bekende Italiaanse spelers. Gianluca Nijholt geeft 12% van de mensen vindt hem de beste aankoop tot nu toe. En dan, dan hebben we op de tweede plaats dat de beste aankoop nog gedaan moet worden. Nou. Kan ik me iets bij voorstellen. Dat is toch niet die spits? Of wel? Nou, ik denk dat men daar toch wel een klein beetje op hoopt. Maar dan hebben we het niet over Unal. Nee, maar ik denk sowieso dat er twee spitsen moeten zijn. Dan komt Unal misschien terug en dan heb je nog een vervanger van As. Ja, zo zou ik het wel willen zeggen. Kijk, en of Unal het allemaal kan gaan brengen. Hij heeft natuurlijk best laten zien dat hij potentie heeft. Ja, hij is heel jong. Daarom. Dat zie je dan ook wel. Hè? Ja. Laatste wedstrijden kon hij het ook niet echt meer dragen in de nacompetitie. Dus dat was ook de reden waarom hij op de bank begon natuurlijk. Ja. Maar dat het een spits is die er een hoop in kan schieten, dat is één ding wat zeker is. Ja. En ook wel fijn dat als het zo zou zijn dat hij gelijk vanaf het begin van de voorbereidingen bij is. In ieder geval bij de wedstrijden. En dat het dan langzamerhand kan groeien weer naar een goed elftal. Dat is het belangrijkste. Want wat is de top 1 van deze... Ik had het bijna verklapt, hè. Ja, maar dat maakt ik had niet het uit, bijna weer verklapt. Maar ik heb het verklapt. Jeff Stans, de meesten vinden Jeff Stans toch wel de Jeff Stans beste, on fire, hè? Ja, dat Jeff is Stans dat on fire. Liedje, hè? Ja, dat wordt een liedje. Dat hebben we nou al een beetje besloten. Daar hoor ik ook al rondzingen overal. Ja. Ik ben wel benieuwd hoe dat gaat lopen. Maar dat moet hem wel kunnen worden, denk ik. Ja. Ik moet trouwens heel eerlijk zeggen dat wij op onze vingers getikt worden door Leon. Die zit gewoon vanuit het buitenland mee te luisteren. En die zegt, hij komt uit Noord-Ierland en niet uit Ierland. Ja, Leon, sorry Leon. Zit jij nou niet met je... zit gewoon met je voeten in het water. Nee, jongen. Maar hij moet gewoon een gezellige tijd met zijn vriendin hebben. Dan zit hij weer naar NAC praten luisteren op donderdagavond. Maar ja, maakt allemaal niet zoveel uit. Dat was de poll van deze week. Volgende week zal er waarschijnlijk weer een nieuwe poll opkomen. Of er moeten hele rare dingen gebeuren dat we daar geen tijd voor hebben. Nou, dat moet kunnen. Dat dacht ik ook eigenlijk. Dan zie ik dat het 10 minuten voor het klokje van 9 is. Ik ga maar een klein stukje van de Red Hot Chili Peppers draaien met Hum the Bump. En daarna zijn we snel terug voor de Grabbelton.